De oorzaken daarvoor proberen wij te achterhalen, maar daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. We constateren het en het is echt aanzienlijk toegenomen. Dank u wel. De heer Marcus Hoort, PVV. Hij doet het volgens mij nog niet. En er is ook een knopje. Misschien kunt u het knopje. Ja. Kijk, Nederland, voorzitter, is bom en bomvol. We hebben een tekort aan alles. Hè? We hebben een tekort aan huizen, we hebben een tekort aan gas. En wat doet deze staatssecretaris, wat doet dit kabinet? Die zet de grenzen wagenwijd open. Voor producteurs. Ik moet u even onderbreken. Volgens mij kunt u beter even de andere gebruiken. Ja. Ik stel het. Ja, deze dan? Beter? Nee. Is toch wel heel wonderlijk dat hij bij de een doet en bij de ander niet. Er zit een magneet in zijn voeten waardoor hij het niet doet, denk ik. Sorry, probeer voorzitter. Nog eens. Sorry. De linker en anders dan gaan we heel even kijken hoe we dit kunnen oplossen. Nee, we schorsen heel een enkel moment. Dan gaan we even kijken wat er aan de hand is met de pedalen. Eén moment. Hallo. Ja, Hallo. Waarom doet het wel bij de bonus? Hallo. Ja. Oké, nu de heer Marcus Hoort. Deze wel? Ja. Okay. Sorry. Ja. Ik heropen de vergadering, geef het woord weer aan de heer Marcus Hoort. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, Nederland is bom en bom vol. En we hebben een tekort aan alles. We hebben een tekort aan gas en we hebben een tekort aan huizen.